Welkom bij About Law, de podcast boordevol juridisch nieuws. In deze aflevering praat ik met Jan Joosten, een Nederlands advocaat die al 20 jaar werkt in de overnamepraktijk in New York. Jan biedt in deze aflevering verschillende tips voor zaken doen in Amerika. Waarom gebruiken Amerikanen van die vuistdikke contracten? Wat zijn de culturele verschillen bij onderhandeling? En wat moet je vooral doen als je als Nederlands bedrijfsjurist zaken doet in Amerika? Blijf luisteren voor deze en andere tips van Jan. Jan, leuk dat je te gast bent vandaag bij onze podcast. Wij kennen elkaar nog uit de tijd hè, dat ik voor LeaseWeb werkte en dat wij veel zaken deden in de Verenigde Staten bij LeaseWeb. In die tijd was het voor mij als Nederlands jurist om even wennen aan de manier van zaken doen in Amerika. En je hebt mij daar een paar keer toch doorheen geleid met wat hele praktische tips. En toen we de podcast begonnen, stond je al meteen echt op de shortlist bij ons om eens contact mee op te nemen. Omdat ik denk dat veel Nederlands juristen daar wel eens tegenaan lopen. Maar om te starten, misschien is dat aardig. Zou je jezelf kunnen introduceren? Want misschien niet iedereen zal je kennen misschien, omdat je over de plassen werkt. Wie ben je en wat voor praktijk heb je? Hoe ben je in Amerika terechtgekomen? Mijn naam is Jan Joosten. Ik ben partner bij Baker McKenzie in New York. Ik heb in Nederland rechten gestudeerd, maar daarna in Amerika rechten gestudeerd. En eigenlijk het Nederlandse recht een heel deel achter me gelaten. Ik beoefen alleen nog maar het Amerikaanse recht. En dat doe ik als fusie- en overnameadvocaat voor Amerikaanse bedrijven. En daarnaast ongeveer de helft van mijn praktijk bestaat uit het helpen van Nederlandse bedrijven die iets in Amerika aan de hand hebben. Soms is het een fusie of een overname. Maar soms komen ze veel te laat bij mij als het kalval in de put zit. En dan ga ik ze samen met mijn litigation collega's helpen om dat kalf weer uit die put te trekken. Helaas is dat niet al te makkelijk om in het Amerikaanse juridisch systeem een kalf uit de put te trekken. En dat komt omdat de rol van redelijkheid en billijkheid hier veel beperkter is. En als je eenmaal een contract getekend hebt, dan zal de rechter je houden aan de letter van dat contract. Nog even iets over hoe ik in Amerika ben terechtgekomen. Mijn eerste ervaring met Amerika was een jaar high school in Buffalo. Ik had mijn Nederlandse middelbare school een jaar eerder afgemaakt. En toen hadden mijn ouders gezegd, nou, als dat je lukt, dan mag jij een jaar naar tante Vero en oom Jan in Buffalo om daar met jouw neven naar high school te gaan. Nou, dat was een fantastische ervaring. Ik had nog nooit in een vliegtuig gezeten, laat staan dat ik ooit in Amerika was geweest. Ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Later in mijn studie ben ik nog een keer als uitwisselingsstudent in Amerika geweest. En aan het eind van mijn studie heb ik een beurs gewonnen, de Houthof Harvardbeurs van het kantoor Houthof, om een jaar op Harvard te studeren. Nou, dat heb ik gedaan en dat was een fantastische ervaring. Daarna heb ik het bar exam afgelegd voor de staat New York, waardoor ik nu advocaat ben in New York. Ja, ik ben nog 3 jaar terug geweest in Nederland. Dat hoorde bij de beurs en dat was ook een fantastische ervaring. Ik ben 3 jaar in Nederland advocaat geweest. Maar daarna dacht ik, ja, het is toch spannender om in New York advocaat te zijn. Ja, en daar zit ik nu al een dikke 22 jaar. Ik ben begonnen bij een ander kantoor. Inmiddels 2,5 jaar geleden bij Baker McKenzie in New York van start gegaan. En dat is ongelooflijk leuk, want ik zit nu op een kantoor dat ook een vestiging heeft in Nederland. Zodat ik nog meer dan vroeger heel erg die transatlantische praktijk kan beoefenen. Het is ongelooflijk leuk, omdat je op allerlei manieren is het voor mij toch heel handig om af en toe eventjes te weten hoe zat dat nou in Nederland ook alweer. Hè, waarom bijvoorbeeld zo'n stichting administratiekantoor waarmee je aandelencertificaten uitgeeft. Kan ik iemand prima in Amerika mee helpen. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld in Nederland met die regeltjes? En waarom is het dan eigenlijk zus of zo in het contract terechtgekomen? Dan kan ik nu allemaal heel snel ruggespraak plegen. Misschien is dat ook nog even leuk om te weten. Hoe ziet jouw praktijk eruit? Want je bent Amerikaans jurist, dus je hebt de bar exam gedaan. Je werkt al lang in Amerika als Amerikaans jurist, dus niet met Nederlands recht, denk ik. Maar wat voor zaken doe je dan in de Verenigde Staten? Het klopt, ik ben inderdaad Amerikaans jurist. Ik praktiseer New Yorks recht. Ik doe geen Nederlands recht. Maar die achtergrond kan natuurlijk soms heel handig zijn. Ongeveer de helft van mijn praktijk bestaat uit het helpen van Amerikaanse bedrijven die gewoon iets in Amerika aan het doen zijn. En de andere helft van mijn praktijk bestaat uit het helpen van Nederlanders.
Voor de Amerikanen ben ik een advocaat die helpt met transacties, fusies en overnames en joint ventures. En voor Nederlanders kan ik dat natuurlijk ook doen, maar vaak ben ik dan een soort juridische huisarts. Ik help dan eigenlijk met wat er op hun pad komt en ik zorg dan dat we daar binnen kantoor de juiste personen bij vinden. Ja, en dan kan ik me voorstellen als huisarts dat je ook vooral de vertaalslag moet maken tussen hoe de zaken in Nederland gaan en hoe dat in Amerika speelt. Wat zijn dan typische verschillen tussen de manier waarop Amerikanen en Nederlanders het recht bedrijven? Ik denk dat een van de grootste verschillen is dat het Nederlandse recht zich er heel goed toe leent om, als je het in het begin al een beetje slordig hebt aangepakt, om het dan later recht te trekken. In het Amerikaanse recht is dat juist heel erg moeilijk. In het Amerikaanse recht is het dus van belang om dingen van tevoren goed te regelen, om het allemaal heel goed door te denken en het heel precies in je contract op te schrijven. Omdat de rechter die houdt er heel erg van om je gewoon aan de letter van het contract te houden. En er is dus niet een soort redelijkheid en billijkheid die je komt helpen. En vandaar dat je ook van die vuistdikke Amerikaanse contracten hebt, waarbij wij in Nederland nog wel eens durven te vertrouwen dat het met redelijkheid nog wel opgelost kan worden als je niet alle kieren en gaten dichtschrijft. Dat klopt, en dat is in het Nederlandse rechtssysteem is dat vaak ook zo. Alhoewel er een trend is dat de Hoge Raad ook zegt van, nou ja, als je een professionele marktpartij bent en je had gewoon een advocaat kunnen inhuren en dat heb je misschien ook wel gedaan en je schrijft het dan nog steeds slordig op, ja, dan moet je misschien maar op de blaren zitten. Maar die traditie is er al in de Verenigde Staten al honderden jaren. Dus daardoor zijn al die contracten zo lang geworden. En het past ook heel goed bij de cultuur van het land. Nederland is natuurlijk, als je een stapje terugneemt en het in een breder kader zet, is Nederland ook een land met een heel goed sociaal vangnet. Als je het in Nederland voor jezelf niet goed geregeld hebt, dan gaat de overheid of de samenleving, die komt jou helpen. En er zijn goede sociale voorzieningen. Als je ziek wordt, dan ben je verzekerd. En als je invalide wordt, dan zijn er uitkeringen. Nou, al die dingen zijn in Amerika allemaal veel slechter georganiseerd. En dat past bij de cultuur van het land. En dat zie je ook weer terug in het juridisch systeem. Als jij je zaken zelf niet goed regelt, dan moet je zelf maar op de blaren zitten. Iets anders, wat ik zelf veel gemerkt heb in de praktijk, is de verschillende stijl van onderhandelen. Hè? In Amerika lijkt het wel alsof je verplicht eerst door 3 ronden moet gaan, dat alles non-negotiable is voordat je eigenlijk een beetje tot elkaar komt. Hoe zie jij die verschillen? En zijn er praktische tips die jij aan Nederlandse onderhandelaars in Amerika mee kan geven? Nou, ten eerste gaat men hier veel agressiever te werk. Dus als je spectrum hebt van wat redelijk is voor de ene partij en aan de andere kant wat redelijk is voor de andere partij, gaan Amerikanen, die gaan er gewoon veel agressiever in. Met een gestrekt been, zou je kunnen zeggen. Ja, en daar moet je op voorbereid zijn. Een van de valkuilen voor Nederlandse bedrijven is vaak dat ze een Amerikaans contract zien en dan denken, het is toch allemaal standaard, dus we tekenen het maar. Ja, daar kom je echt mee in de problemen, want ja, de rechter die gaat je aan dat contract houden. Als je met Amerikanen gaat onderhandelen, dan moet je goed beslagen ten ijs komen. Amerikanen zijn daar eigenlijk steengoed in. En een van de cruciale dingen is dat ze zich enorm goed voorbereiden. Met een hele goede discipline. Om echt de stukken gelezen te hebben. En er ook heel goed over nagedacht te hebben. Wat de belangen zijn van de verschillende partijen. En dat heet de Harvard School of Negotiation. Die gaat er helemaal van uit dat je analyseert wat voor jou het beste alternatief is. Maar ook wat voor jou alternatief B en alternatief C is. Maar dat je dat ook voor de wederpartij moet doen. Dat je goed analyseert wat is nou eigenlijk voor die partij het allerbelangrijkste. En als ze dat niet voor elkaar krijgen, wat zouden ze dan als alternatief B of C kunnen accepteren? En ook moet je van jezelf weten en van de andere partij, wat het alternatief is voor het niet doorgaan van de deal. Wat is hun BATNA, het beste alternative to a negotiated outcome? Ook in de stijl zit veel verschil. Hè? Dus de stijl van communicatie, maar ook hoe snel je naar elkaar toe beweegt, lijkt wel een soort andere ronde dans gedaan te worden dan in het Nederlandse recht. Als je met Nederlandse juristen zit, zoek je toch al sneller het redelijke midden op. En dat lijkt bij Amerikanen toch wel anders uit te pakken, heb ik het idee. Ja, kijk, het is een rituele dans die ingegeven wordt door de tradities van het land. In Amerika gaat het er allemaal gewoon wat harder aan toe. Dat zie je ook in de politiek. Dat zie je ook in de rechtszaal. Het gaat er allemaal wat harder aan toe. En dat heeft er ook mee te maken dat in Nederland weet je dat je elkaar allemaal nogal weer een keertje tegenkomt. In Nederland heeft eigenlijk een relatief kleine elite.
Dus je kent elkaar al misschien van je studie of van je studentenvereniging of van de beroepsopleiding. Of misschien wel omdat je kinderen naar dezelfde kleuterschool gaan of dat je op dezelfde hockeyclub komt. Nederland is een heel klein wereldje. Of je kent elkaar al of je komt elkaar morgen weer tegen. En dan heb je natuurlijk veel eerder een prikkel om je redelijk op te stellen. Hè? Want anders gaat het verhaal al snel de ronde dat er met jou geen zaken te doen valt. Omdat jij zelf in zowel Nederlands als Amerikaans jurist bent, denk ik dat jij een heel aardig beeld hebt ook over de verschillen tussen civil law en common law. Maar het leek me wel aardig om van jou eens te horen hoe jij die verschillen nou hebt ervaren, omdat je zowel Nederlands als New Yorks recht gekwalificeerd bent. Ja, een van de dingen waar je in de Verenigde Staten gek van wordt, maar wat ook wel heel erg leuk is, is de neiging van juristen om alles maar helemaal op te schrijven en door te denken, alle scenario's te proberen af te dekken in een contract. Terwijl je met je Nederlandse bril misschien denkt van ja, gaat toch nooit gebeuren. Dus waarom zitten we hier onze tijd en energie aan te verspillen? Maar eigenlijk als jurist vind ik het dus heel erg leuk om het op zijn Amerikaans te doen. Omdat ja, het dwingt je gewoon echt om heel precies te werk te gaan, heel grondig te zijn. En je kan echt. Je kan de perfectionist uithangen, maar dat moet ook eigenlijk. Hè? Dat is het verstandig om te doen als je een Amerikaans contract afsluit. Ook bij rechters is er een groot verschil. Hè? Dat heb ik een beetje gezien in het jaar dat ik in Schotland zat. Terwijl als Nederlanders toch vooral gericht zijn op consistent en redelijk uitleg van regeltjes en dan in het licht van een tot stand komen geschiedenis van zo'n wet. Terwijl Amerikaanse rechters nog veel meer kijken naar policy. Hè? Wat is de meest wenselijke uitkomst van een uitspraak voor de samenleving? En dat geeft wel veel charme, denk ik, aan de Amerikaanse rechtspraktijk. Omdat er veel meer vrijheid, denk ik, zit voor rechters en ook voor advocaten die pleiten om een diepgaandere casus voor te leggen. Is dat iets ook wat jij herkent als verschil tussen common law en civil law? Nou, die Amerikaanse aanpak die komt voort uit het feit dat je in de Verenigde Staten kan je een wet die gewoon rechtsgeldig is aangenomen en ondertekend, daar kan je bezwaar tegen maken en je kan zeggen dat die ingaat tegen de grondwet. Nou, en wat doe je dan? Dan ga je kijken naar wat is nou eigenlijk de gedachte die achter die grondwettelijke bepaling zit en hoe gaat nou die wet daar tegen in? En die wet, ondanks het feit dat het misschien op papier redelijk klinkt, hoe werkt het in de praktijk en wat voor effecten heeft het? En dan kan je er, als je aan de rechterkant van het politieke spectrum zit, dan laat je misschien een economische analyse op los. En als je aan de linkerkant van het politieke spectrum zit, hè, dan laat je er misschien een soort quasi-marxistische analyse op los. Maar in ieder geval kijk je, wat is nou, oké, we hebben deze regel, maar wat is nou eigenlijk het effect van die regel? En is dat wel het effect wat we in de samenleving willen hebben? Nou, dat maakt het leven natuurlijk ongelooflijk interessant. Ja. Ja, je noemt ook eigenlijk de gelaagdheid meteen in het recht. Je hebt nu het federaal recht, maar je hebt ook statelijk recht. Dus ik hoop dat ik dat goed zeg. Hoe ga je daarmee om als jurist in New York? Want je hebt natuurlijk allemaal recht van verschillende staten dat allemaal anders is. Wat studeer je als je in Amerika rechten studeert? Als je in Amerika rechten studeert, hangt het ervan af op wat voor law school je zit. Als je op een lokale law school zit, dat zijn vaak de law schools die wat minder goede reputatie hebben, dan krijg je vaak het lokale recht van die deelstaat onderwezen. Als je daarentegen op een van de top law schools zit, dan is het eigenlijk één rechtsvergelijkende exercitie. Dan kan je zeggen van, nou, hoe hebben we dit probleem opgelost? Hoe hebben rechters dat probleem opgelost in de staat New York? Hoe hebben ze het gedaan in Delaware? En hoe doen ze het in California? En wat is nou eigenlijk de slimmere manier om het te doen? En dan kan je het vervolgens weer gaan bekijken vanuit economisch perspectief of vanuit andere perspectieven. Ja, en als je het over slimmere manier hebt, dan kom je ook meteen weer waar we het net over hadden, over die policy-overwegingen uit. Hè? Van wat zijn nou wat is nou de meest gunstige uitkomst voor een regel? Welke uitleg is het meest gunstig voor een samenleving? Precies. En uiteindelijk is natuurlijk het recht is een manier om de samenleving in te richten. En dan als je kijkt op mijn stukje van het recht, dus het contractrecht en het ondernemingsrecht, ja, dat gaat er in feite om over hoe kan je een kapitalistische samenleving op een zo eerlijke en efficiënt mogelijke manier laten verlopen. Ja,
Een hele andere vraag, hè, of een ander gesprek. Maar wij Nederlanders en Europeanen hebben toch een beetje een vreemd beeld bij de Amerikaanse rechtspraktijk, denk ik. Hè? Toch een beeld dat bestaat uit patent trolls en ambulance chasers en mega claims dat mensen hun hamster in de magnetron stoppen. Zelfs bij de behandeling van het Nederlands wetvoorstel, een nieuw wetvoorstel over de afhandeling van massaschade, wordt er ook vaak benadrukt dat het toch vooral geen Amerikaanse toestanden willen. Is die Nederlandse angst voor het overwaaien van een Amerikaanse claimcultuur, vind jij dat terecht? Nou, ik denk de eerste vraag die je moet stellen, of het allemaal wel waar is. Hè, het beroemde verhaaltje van de hond in de magnetron is bijvoorbeeld niet waar. Andere verhalen zijn misschien wel waar, maar dan, als je dan het verhaal erachter hoort, dan blijkt het toch allemaal wel wat ingewikkelder te liggen, hè, dan het tienregelige berichtje wat je in de krant gelezen had. Kijk, een andere vraag die je moet stellen is of het allemaal wel zo erg is om Amerikaanse toestanden te hebben. Stel dat jij een consument bent en je gebruikt een product en raakt daardoor heel erg verwond en je zit misschien de rest van je leven in een rolstoel, dan is het misschien wel heel terecht dat daar een behoorlijke compensatie tegenover staat. En misschien is het vanuit rechtseconomisch perspectief wel heel terecht dat de fabrikant die dat product op de markt gebracht heeft, door middel van een forse schadevergoeding op de vingers wordt getikt, zodat hij dat voortaan wel uit zijn hoofd zal laten om gevaarlijke producten op de markt te brengen. En een van de dingen die je daarbij ziet als achtergrond is ook dat in Europa, als je het hebt over gevaarlijke producten op de markt brengen, dan is in Europa veel vaker de overheid actief, die zegt van nou ja, dit soort producten mogen wel en dat niet, en dit zijn de veiligheidsregels. Terwijl in de Verenigde Staten, ja, daar vertrouwt men eigenlijk de overheid niet zo, hè, vanuit historisch perspectief. En willen mensen het zelf kunnen regelen. Het is een soort zelf, het recht wordt dan een soort zelfregulerend instrument in de samenleving, waarbij door het feit dat er plaintiffs lawyers zijn, hè, die op no cure, no pay basis dit soort zaken op zich kunnen nemen, die de waarheid boven water kunnen krijgen door middel van discovery procedures, dat die op die manier ervoor zorgen dat fabrikanten de schade moeten dragen die ze in de maatschappij aanrichten. En de gedachte daarachter dan is dat dat tot een efficiënte afweging bij fabrikanten zal leiden, zodat ze genoeg beschermende maatregelen en beschermkappen en noem maar op hun producten zetten, zodat het product niet gevaarlijk is. Zijn er praktijken of manieren van zaken doen bij Amerikaanse juristen waar Nederlandse juristen iets van kunnen leren, denk je? Nou, een van de dingen die mij altijd aangesproken heeft in Amerika, en dat was een reden voor mij om naar dit land te komen, is dat de juristen hier zo grondig te werk gaan. En ja, ik ben een perfectionist, dus dat vind ik ook lekker. Maar dat moet je ook zijn in het Amerikaanse recht. Dus dat vind ik heel erg leuk, hè? Je bent dus echt heel precies bezig en je wil het allemaal heel goed doen. En het andere aspect is dat de rol van een Amerikaanse advocaat vaak veel ruimer is dan die traditioneel in Nederland is. Dus dat je over allerlei onderwerpen onderhandelt die misschien in Nederland als een business point zouden worden gezien. Maar een Amerikaanse jurist, ja, die trekt dat allemaal naar zich toe en die vindt het ook prima om dat te onderhandelen. En vaak vinden cliënten dat ook prima, want ja, die advocaat uiteindelijk, die onderhandelt veel vaker over een overnamecontract dan dat de gemiddelde cliënt dat doet. Dus waarom laat je het niet lekker door de advocaat doen? Ja, wat voor dingen moet je dan aan denken, Jan? Nou, als voorbeeld, ik heb heel vaak overnames gedaan in de Verenigde Staten, waarbij het hele overnamecontract wordt uitonderhandeld op een paar puntjes na. En dat wordt gewoon allemaal door de externe advocaten gedaan. En daar komen verder de businessmensen niet aan te pas. Die worden natuurlijk geraadpleegd op de zijlijn. Maar die doen niet de onderhandelingen. Nou ja, en dat vind ik fantastisch. Dat je echt al die deals aan het onderhandelen bent. Het verschil dat ik heb gemerkt tussen Amerikanen en Nederlanders is ook hoe ze omgaan met bewaartermijnen van documenten. Hè? Terwijl Nederlanders lijken wel zoveel mogelijk alles zo lang mogelijk te willen bewaren. Terwijl Amerikanen eigenlijk zo snel mogelijk welcome foreign policy zo snel mogelijk van documenten af te lijken te willen. Waar komt dat vandaan, dat verschil? Nou, dat heeft te maken met een fenomeen uit de Amerikaanse rechtspraktijk. Dat heet discovery. In een Amerikaanse juridische procedure zijn beide partijen verplicht aan elkaar over en weer alle relevante documentatie te verschaffen.
Dus dat gaat niet alleen over het contract dat er getekend is, maar ook bijvoorbeeld over alle interne e-mails. Ook ben je verplicht om getuigenbewijs af te leggen door middel van depositions. Die niet even een uurtje bij de rechtercommissaris zijn, maar die soms wel een hele dag kunnen duren. Het is allemaal gericht om de waarheid boven water te krijgen. Nou, dat is natuurlijk, als je ongelimiteerde portemonnee hebt, dan is dat een fantastisch systeem. Maar het is wel heel erg duur om die waarheid boven water te krijgen. Nou, en daar maken mensen zich zorgen over. Want als jij al jouw e-mails van de afgelopen 20 jaar hebt bewaard, en dan krijg je een discovery verzoek waarin gezegd wordt, geef ons maar alle relevante documenten over XYZ-issue. Ja, dan moet je dus door al die e-mails heen. En wat veel Amerikaanse bedrijven daarom hebben, is dat ze een policy hebben, een document retention policy. En daar staat in dat het de bedoeling is dat direct na het aflopen van de wettelijke bewaartermijn, dat alle documenten worden vernietigd, behalve dan specifieke uitzonderingen. En het doel daarvan is om te voorkomen dat je ten eerste heel veel oude e-mails en andere documenten moet doorzoeken. En natuurlijk, er is altijd de kans of het risico dat bij die documenten iets zit wat de wederpartij enorm gaat helpen. Nou, en als je die dan conform de regels niet meer hebt, dan is dat natuurlijk veel prettiger. Dan raak je ook meteen, als je het over discovery hebt, aan attorney-client privilege. Hè? Dat lijkt ook bij Amerikaanse juristen wel een belangrijke rol te spelen. Dat zal samenhangen, denk ik, met die discovery-procedures. Is dat iets waar Nederlandse bedrijfsjuristen of advocaten ook meer rekening mee moeten houden als ze de oversteek maken naar Amerika of zaken doen in Amerika? Absoluut, dat is enorm belangrijk. De tegenhanger van discovery. Met discovery moet je dus alle documenten overleggen. En daar is een hele belangrijke uitzondering op. Je hoeft niet over te leggen de documenten en de communicatie die valt onder het attorney-client privilege. En dat is de communicatie tussen een cliënt en de advocaat. In Amerika zijn alle bedrijfsjuristen ook advocaat, want dat is verplicht in Amerika. En dan is het lastige is, als je dan met een Amerikaanse bril naar de Nederlandse situatie gaat kijken, is de vraag, hoe werkt dat dan eigenlijk met dat attorney-client privilege? Als je advocaat bent bij een advocatenkantoor, dan val je daaronder met jouw communicaties met jouw cliënt. Maar hoe zit het met bedrijfsjuristen? Want de meeste bedrijfsjuristen die zijn geen advocaat. En valt dat dan onder het attorney-client privilege? En daar is een uitspraak van geweest van een New Yorkse rechter een tijdje geleden. En die heeft gezegd dat hij vond dat Nederlandse bedrijfsjuristen, als die met hun interne cliënt communiceerden, dat niet viel onder het attorney-client privilege. Nou, dat is een hele ernstige zaak en een groot probleem voor Nederlandse bedrijven. Want dat betekent dat als een Nederlands bedrijf in een Amerikaanse procedure wordt betrokken, dat dan de communicatie tussen de Nederlandse bedrijfsjurist en zijn interne cliënt, die moet wel allemaal worden overgelegd. Terwijl de wederpartij, de Amerikaanse partij, die ook gewoon een bedrijfsjurist heeft, die communiceert met zijn interne cliënt, die interne communicatie hoeft niet overgelegd te worden. Dus dat is een hele oneerlijke uitkomst. En een manier om te proberen om dat te voorkomen is om als Nederlandse bedrijfsjurist, als je niet zelf advocaat bent, om zodra er iets gaat lijken op een procedure met een Amerikaanse partij aan de andere kant, om heel snel een externe jurist in te schakelen, zodat je onder het attorney-client privilege van die advocaat kan vallen. Hey, misschien nog interessanter dan leren over Amerikanen is misschien wel over onszelf leren. Hè? Hoe ervaren Amerikaanse advocaten en juristen Nederlanders? Nou, eerst gaan ze heel beleefd zeggen dat ze eigenlijk niks opvalt. Maar dat komt doordat Amerikanen altijd vrij beleefd zijn. Maar het is juist de enorme directheid van Nederlanders. En misschien vinden Amerikanen dat wel juist enorme onbeleefdheid die ze opvalt. En ook het gebrek aan respect voor hiërarchie. In Amerika, als je een meeting hebt, is het spelletje altijd om uit te vogelen wat de baas wil, welke kant je op wil. En dan ga jij zeggen dat het je heel goed lijkt om die kant op te gaan.
En in Nederland, daar spreekt iedereen tot en met de jongste bediende de baas tegen als die denkt dat de baas het fout heeft. Ja, en als je het dan hebt over directheid, dan bedoel je, dan zullen de Amerikanen dat eerder opvatten als botheid dan directheid, denk ik. Hè? Correct, correct. Ja, nee, dat wordt als heel bot ervaren. En ook, je moet dat echt proberen te vermijden, want dat is niet goed, want je schopt daar mensen tegen de schenen. En dat is in een onderhandeling nooit de bedoeling. Althans, meestal niet. Hè? Als dat wel de bedoeling is, dan moet je dat zeker doen. Maar meestal is dat niet de bedoeling. En het is heel grappig als je goed naar Amerikanen luistert, dan bouwen zij zelf ook altijd een waarschuwingszinnetje in. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, I don't want to be critical. Nou, dan kan je dus schrap zitten, want dan komt er dus eventjes een negatieve opmerking. En dat soort waarschuwingszinnetjes, dat is onderdeel van hoe Amerikanen, hoe beschaafde Amerikanen met elkaar omgaan. Ja, en als jij dat dan niet doet en je gooit gelijk de botte bijl erin, dan komt dat toch wel heel vervelend over. Ja, lopen daar deals stuk op? Heb je dat wel eens meegemaakt, dat de culturele verschillen zo groot waren dat het klapte? Nou, een deal is altijd heel erg spannend, omdat je zit eigenlijk totdat de deal getekend is, in ieder geval zeker naar Amerikaans recht, totdat de deal getekend is, is er geen deal. En precontractuele goede trouw, die rol is in Amerika heel erg beperkt. Dus je bent heel lang, ga je gewoon op elkaars blauwe ogen af in dat onderhandelingstraject. En dat is natuurlijk ondertussen een enorme investering, want aan beide kanten heb je natuurlijk de mensen van het bedrijf zelf. Die kosten ook geld. Je hebt financiële adviseurs meelopen. Je hebt een heel leger van advocaten meelopen. Dus de rekening loopt aan beide kanten enorm op. Ja, en je moet er toch alle twee vertrouwen in houden. Dat je het blijft doen tot de finishlijn en niet ineens wegloopt. Nou, en daar is het dus heel belangrijk voor om de hele tijd vertrouwenwekkende signalen te blijven geven. En als je dan op een beetje een onbeholpen manier, althans op een manier die Amerikanen als onbeholpen zullen ervaren, gaat communiceren. Dat werkt helemaal niet goed. En ik heb wel eens ingegrepen in onderhandelingen dat ik naast de Nederlandse CFO zat van een beursgenoteerd bedrijf. En dat ik die onder tafel echt, hij begon een opmerking te maken. En ik heb hem echt onder tafel geschopt en ingebroken en gezegd, I think what Hans is trying to say is bla 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 bla. Maar je moet daar wel een beetje voorzichtig mee zijn, want de spanningen lopen aan beide kanten hoog op. En aan beide kanten zijn het natuurlijk allemaal gevoelige persoonlijkheden. En je wil mensen niet tegen je in het harnas jagen, zodat ze woedend de onderhandelingszaal uitlopen. Laatste vraag, Jan. Veel nieuwe ontwikkelingen komen overwaaien uit Amerika, cultureel, maar ook juridisch, denk ik. Wat voor juridische ontwikkelingen verwacht jij nog in Nederland uit de Verenigde Staten? Ik denk dat de claimcultuur voor een heel deel naar Nederland gaat overwaaien. En dat heeft ermee te maken dat de Nederlandse samenleving in zekere zin aan het ver-Amerikaniseren is. Het gaat van een samenleving met een fantastisch sociaal vangnet naar een veel beperkter sociaal vangnet. Het gaat van een samenleving waar we steeds meer gaan zeggen, de overheid die kan niet meer voor alles zorgen, je moet het zelf doen. Ja, daar worden mensen dus individualistischer van. Ja, en daar hoort ook bij dat mensen meer voor hun recht gaan opkomen. En het ook niet goed begrijpen waarom bijvoorbeeld in het Amerikaanse rechtssysteem je wel het recht hebt om allerlei informatie te krijgen van de wederpartij. En dat in Nederland, daar was vroeger de regel dat je gewoon bijna geen enkel recht had om stukken van je wederpartij te krijgen. En daar zie je ook nu in de afgelopen 25 jaar een hele verschuiving in. Dat toch steeds makkelijker wordt gemaakt. Die regels in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, die worden verruimd. Een bewijsbeslag is allemaal makkelijker geworden. Dus je ziet dat ook in de Amerikaanse richting opschuiven. En ik denk dat je hetzelfde ziet op mijn gebied van de contracten. Dat vroeger was natuurlijk altijd het verhaal dat je in Nederland een overname kon doen, hè, op een paar, met een contract van een paar kantjes, en dat dat ook prima werkte. Maar ik denk nu we steeds meer naar een samenleving gaan die veel diverser is, maar waar ook steeds vaker internationale deals gedaan worden. Kijk, als je twee Nederlanders met elkaar een deal laat doen, die elkaar morgen weer bij de golfclub of bij de hockeyclub tegenkomen, dan kan je het misschien op een paar kantjes doen.
Maar he, tegenwoordig steeds meer he, zijn het buitenlandse private equity bedrijven bijvoorbeeld die een overname doen. Of het is een Frans bedrijf of een Duits bedrijf die in Nederland een transactie komen doen. Ja, die begrijpen niet hoe de Nederlandse redelijkheid en billijkheid werkt. En die mensen kom je ook niet morgen op de golf of op de hockeyclub weer tegen. Dus dan wordt het steeds belangrijker om alles heel precies op te schrijven. En dan schuif je steeds meer op naar het Amerikaanse rechtssysteem, wat uiteindelijk een rechtssysteem is waar vreemden die elkaar niet kennen en eigenlijk maar heel weinig normen en waarden met elkaar delen, toch een transactie met elkaar kunnen doen. En dat kan omdat het hele rechtssysteem erop ingericht is om alles heel precies op te schrijven. Daar moet je dus van tevoren in investeren, in je eigen tijd en in tijd voor juridische dienstverlening. En dan schrijf je alles heel precies op in het contract. En dat is dan het wetboek wat de rechter zal hanteren bij een conflict tussen de beide partijen. Ja, dankjewel Jan. Ik vond het een interessante bijdrage en ontzettend leuk dat je vandaag te gast was bij ons op de podcast. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar About Law. Wij zijn altijd benieuwd naar je mening over onze podcast. Dus laat vooral een bericht achter op LinkedIn of plaats een bericht op onze website of stuur een e-mail naar bob@aboutlaw.nl. En doe dat vooral ook als je een tip hebt voor een onderwerp. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Bob Rietjens, en de producer van de podcast is Ghazali Dabiran. Sam Williams is de sound engineer en de muziek is afkomstig van Peter van Eenbergen. Tot de volgende keer!